Ja, dat liedje wordt heel goed overal meegedaan, Lange Nacht. En ja, daar ben ik wel blij mee. Vroeger deed ik natuurlijk wel een beetje popmuziek maken. En dan merkte ik, als ik bijvoorbeeld in een discotheek zong, dan deden ze mijn liedjes nooit mee. En dat begon me toch te irriteren. Dus ik dacht, ik moet een soort feestnummer eigenlijk hebben. En toen hebben we Lange Nacht uitgebracht. En ja, overal waar ik om zing is dat liedje mee. Dus dat is voor mij heel erg goed. Is het dan nu een nieuwe weg die je aan het inslaan bent? Een beetje de feestmuziek? Nee, dat denk ik niet. We zijn wel weer bezig met een soort... Ja, het is eigenlijk een soort Michelangelo nummer. En daar zijn we wel weer mee bezig met zo'n soort liedje. Dus ja, veel accordeon en gitaren erin. En we willen het nog wel een keer proberen, ja. Omdat dit zo goed is uitgepakt. En we hadden het eigenlijk niet verwacht. Ja, die moet eigenlijk binnen nu in een maand al uitkomen. Maar dat wordt nog hard werken voordat die uit is. En is er wel wat op papier? Ja, de teksten die liggen klaar. En we zijn nu bezig met de muziek. En hij is eigenlijk ook al bijna ingezongen, dus... Hij komt eraan. Ja, heel veel optredens heb ik natuurlijk dit jaar. En, maar voorlopig gaan we eerst gewoon singles maken. Dus er komt nog geen album. Daar willen we eigenlijk volgend jaar aan gaan werken. Dus ja, voorlopig eerst nog singles. En ja, heel veel optredens nogmaals. Dus de fans moeten je gewoon even in de gaten houden. Ja, maar dat doen ze wel. Hier stonden ze gelukkig ook weer. En ja, dat is toch wel heel belangrijk. Als die altijd naar je komen kijken. En ja, dat waardeer ik ook altijd heel erg. Waar herken je de echte Henk Dissel fan aan? Ja, nogmaals, dat merk ik vaak op Twitter. Als ik ergens heen ga en ik zet het op Twitter... En dan is het duur van, ja, ik kom ook. En dan zie ik al die mensen dat ze ook echt er zijn. En dat is een heel mooi gezicht om dat te zien. Dat ze speciaal voor jou komen. Want ja, nogmaals, dat is wel heel bijzonder als iemand dat voor je doet. Ik dacht aan Henk Dissel sjaaltje. Ja, die heb ik vaak wel mee, ja. Nee, die hadden ze vandaag niet. Dus denk te warm.